Hallo, welkom bij deze video en wat leuk dat je kijkt. Vandaag wil ik jullie onze ontzettend handige en makkelijke screw-in 360 rigs laten zien. Nou, onze swivel rig in de verpakking, helemaal compleet. Dus in je shed draaien en je kunt vissen. Ik zal hem even beschrijven. Ik heb hem hier alleen uit de verpakking. Dus het zegt het al, screw-in rig. Dus je hebt een schroefkop die je in je shed kan schroeven. Aan de schroefkop vast een kettingje van swiveltjes. En aan dat kettingje hebben we een RVS pennetje zitten die je in je shed prikt. Dan vervolgens weer een lading swiveltjes. Met een dubbel pennetje die je achter bij de staart van je shed erin prikt. Zodat je haak mooi onder bij de staart van je shed komt hangen. De haak is een Gammakatsu Treble 13. Ja, helemaal klaar om te vissen. Nou, onze serie bestaat uit 5 soorten. Dus we hebben ze allemaal een kleurtje gegeven. Dus elke lengte heeft een eigen kleurtje. Je kunt je softbaits riggen van 11 tot en met 24 centimeter. En daarvoor heb je natuurlijk de keuze per verpakking. Zoals, dit is een swivelrigje van 4 centimeter. Maar dan kun je sheds van 11 tot 14 centimeter mee riggen. Afhankelijk van de dikte van je shed. En natuurlijk je eigen voorkeur een beetje waar je je haak wil hebben. Dus 5 verschillende lengtes. En we hebben dus de langere lengtes. Die komen dus met 2 dreggen. Waarvan de voorste dreg net een maatje kleiner is als de achterste dreg. Dus voor het voorbeeld, dit is een 9 centimeter swivelrig. Sheds van 14 tot 20 centimeter met een maatje 2 en een maatje 1 Gammakatsu Treble 13. Onze complete serie swivel rigs gaan van 5 tot 25 gram, allemaal een treksterkte van 27 kilogram. Nou, waarom nu een swivel rig? Een snoek die valt aan en dan zodra hij de haak grijpt en hij begint te schudden, komt hij vrij. Nou, die snoek die gaat tollen. Nou, door de swiveltjes kan die gewoon draaien. Je onderlijnen kinken niet. Het is een hele sterke verbinding die niet in de knoop komt. Dus daarom ga je een swivelrig gebruiken voortaan. Nou, onze swivelrigs zijn gemaakt voor het wat grotere werk. Dus vissen met baits waarvan je verwacht dat je een beetje een sterke, grote, zware rover vangt. Dus of een meervalletje. Of een, uiteraard snoek, omdat het van de hele combinatie van staal en RVS pinnetjes is. Maar voornamelijk op grotere, het zwaardere werk, omdat je met een onderlijn werkt van 27 kilo. Nou, het grootste voordeel is natuurlijk van deze rig, dat die niet naar het vissen, bijvoorbeeld als je gewoon een staaldraadje gebruikt, dan krijg je op een gegeven moment na een paar snoeken krijg je allemaal kinkels erin. Het gaat rafelen, het slijt, er is kans op knappen. Nou, deze swiveltjes hebben gewoon veel meer slijtvast. Dus je kunt ze veel beter benutten voor het snoekvissen zonder dat je kinken krijgt met de kans op knappen. Je haak zit aan een splitringetje. Dus met de splitringtang even loshalen, nieuwe Gammakatsu Treble 13 pakken en vervangen. Dus dat is ideaal, zo kun je je rig gewoon vlijmscherp houden. Ja, super handig. Nou, welke dieptes vis je nou met de swivel rigs? Nou, de kleinste is met 5 gram. Ja, 5 gram, als je de polder in gaat, kun je bijna gewichtloos vissen. Hè? 5 gram op een mooie snoekshed is niet zo heel veel. Dus dan vis je een metertje diep mee. Kun je uiteraard wat langer wachten. Kun je wel 1,5, 2 meter halen. En als je natuurlijk de zwaarste pakt, 25 gram, dan kun je mee trollen. Dan kun je rustig, zeg maar, 2, 3 meter diep, ver achter de boot mee trollen. Dus als je vanaf de kant werpt, kun je natuurlijk gewoon laten zinken naar 4 meter of naar 5 meter. Dus ik denk dat je van 10, 20 centimeter tot 5 meter diep kun je met de hele serie wel bereiken. Ik zal deze even wegleggen en even laten zien hoe je deze rig nou op de juiste manier monteert. Nou, we nemen de swivel rig en een shed, in dit geval een grote wop. We prikken met een pennetje even midden in de shed. Dus ik zorg dat hij goed in de midden zit. Dan draai je hem erin. Dus ik pak hem nu even over. Zet een mooie lange spiraal aan. Dan moet je er even goed stevig in draaien. Zodat het allemaal een beetje recht zit. Zo. Nou goed. Het meeste is eigenlijk al gebeurd. De kop zit erin.
Even met het pennetje kijken van nou, waar prikken we hem erin. Zo. Kan iets verder. Kijk, nu zit dit mooi langs de kop, mooi gestroomlijnd. Dan gaan we de haak positioneren. Dus ik zie kijken van nou, zo loopt hij mooi langs de body. Prikken we hem in de midden. Dan hebben we een stevig dubbelpootje. Kijk, nu zie je in principe al klaar. Sommige vissen met de haak los. En wat je ook kan doen, even het puntje van de haak erin prikken, zodat hij mooi langs de body loopt. Ready to fish. Dus samengevat, een hufteproof onderlijnensysteem waar je extra lang van kan genieten. Doordat je je drecht kan wisselen als hij stomp is. En lekker oversized qua gewicht 27 kilogram, waardoor jij je droomvis niet kan verspelen. Wil jij nou een gaaf setje van deze Rix winnen? Like deze video, abonneer jezelf op ons YouTube kanaal en laat in de comments weten wat je nou zo gaaf vindt aan Spro. Dan kun je dus al winnen. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer.